gaan vandaag een squirmy jig binden. Mijn favoriete vlieger op de karper. Ook natuurlijk voor de forel is dit een zeer goede vlieg. Ik gebruik hem heel graag op de karper. Waarom? Omdat die karper die woelt vaak in de bodem op zoek naar wormpjes, beestjes. En ja, dat is toch wel het meest natuurlijke voorstel om dit te pakken dan. We beginnen voor dit patroon met een jighaak. Ik gebruik voor dit patroon juist een jighaak, omdat we hem echt op de bodem vissen. En deze haak zal zo het water komen. Dus hij komt altijd bovenstandig, dat je altijd goed kan haken en je niet vast komt te zitten in de bodem. Nou, gebruik voor een kraaltje. In dit geval gebruik ik een 3,5 mm. Schuif hem eroverheen. Gebruik voor de jighaak altijd een slotted kraaltje. Anders zal je merken dat je hem niet over de haak heen gaat krijgen. Beginnen we met het opzetten van het windraad. Ja, zoals ik net al zei in het filmpje, de karper zit vaak op de bodem zijn voedsel te zoeken. En die woelt dat om. Dat zie je ook. De karper is echt een zichtvisserij. Dus zorg dat je die karper ziet, spot hem. En dan kan je hem ook aangooien met je squirmy. Vis deze onder een indicator. Dan heb je altijd kans dat je hem pakt. We zetten de draad op tot aan de haakpunt. Ietsje verder de bocht in. Zo. Dan gaan we de squirmy inbinden. Is dit materiaal? Nou, zoals je ziet, het is een heel zacht materiaal. Een mooi rubberachtig. Belangrijk is bij dit materiaal, gebruik alsjeblieft geen bindlak. Want als je hier bindlak opzet, dan zal het hele wormpje oplossen. Dat willen we niet hebben. Je kan hier heel goed UV voor gebruiken om hem vast te zetten. Dat zal ik zo meteen later in het filmpje laten zien. De staart mag best wel wat uitsteken. Dus ongeveer 2,5 keer de haaksteel. Dan gaan we hem hier vastbinden. En doe dat losjes. Als je te hard trekt aan je draad, dan zal je het materiaal ook de twee trekken. Dat we niet hebben. Eén keer eroverheen, onderdoor. Pakken we hem weer eroverheen. Je ziet dat ik hem kruislinks vastzet om te zorgen dat die squirmy zo meteen niet zo meer gaat bewegen. Nog één keer. Zo, dat is één wikkeling. Breng iets verder naar voren en herhaal dezelfde stap. Je ziet dat ik mijn vinger op de squirmy hou. Dat is om te zorgen dat ik het materiaal goed in positie hou. Niet dat het materiaal aan de zijkant komt te zitten. Binden we hem tot aan de kraal. Knip hem af. Knip hem altijd ietsje, niet te strak af, want dit materiaal zodra je het afknipt, krimpt het nog een beetje in. Dan gaan we het materiaal even helemaal bedekken met winddraad. Ook hier weer gewoon rustige losse wikkelingen maken. Trek niet te hard, want je zal het materiaal doorsnijden. Nou, dan gaan we nu een klein beetje dubbing gebruiken. In dit geval gebruik ik een opossum dubbing. Dat is heel mooi om een beetje wollig effect te krijgen. Wat toch vaak natuurlijke insectjes hebben op die bodem. En maar even losjes aan. Op inderdaad. Rustig eroverheen rollen. En dan maken we even een paar mooie wikkelingen. Voorop. Gaan we hem even whip finishen. Even de dubbing een klein beetje losmaken.
zie je dat hij mooi pluizig wordt, deze dubbin. Gaan we nu naar de laatste stap. En dat is de UV. Zorg ik ervoor om de scrummy te fixeren. Dat hij goed vast zit. Maar ook om nog een beetje extra glitter eraan te geven. Doordat ik een speciale UV met een beetje glitter gebruik. Breng rustig je UV aan. Tot aan de voorkant. Even het lampje erop. Ik hou even mijn hand ervoor om het een beetje donker te maken. Dan reageert de UV-lamp het beste. Zo. Doen we het ook nog even op de bovenkant. Dat we hem helemaal ingeUV'd hebben. Aan de kant. Even het lampje erop. En zo heb je een heel mooi duurzame squirmy, waardoor je er nog heel mooi die segmentjes hier nog doorheen. Dit was dan de squirmy jig. Veel plezier met het binden van dit patroon en met het vissen ervan.